Ik ben Marie-Louise Kreffe, ik ben kinderboekenschrijver en illustrator. En ik ben hier in de bibliotheek. Ik wilde daar wat vertellen aan je over interactief lezen, waarom dat belangrijk is. Nou, we hebben het in de klas allemaal de hele tijd over interactief voorlezen. En een van de redenen waarom dat heel erg belangrijk is, is omdat eigenlijk kinderen op school komen met een beperkte woordenschat of met een woordenschat die ze thuis hebben geleerd. En je wil ze voordat ze aan het einde van groep 8 zitten, hun woordenschat verdrievoudigd hebben. Dat is de bedoeling en dat hebben ze ook nodig om daarna op de middelbare school mee te kunnen doen in alle lessen die daarna komen. Woorden als procenten en minimaal en maximaal. Het is fijn als kinderen daar al grip op beginnen te krijgen. En dat doen we door de woordenschat te vergroten en dat doen we door interactief voor te lezen. Nou, interactief voorlezen betekent dat je niet voorleest alsof je het op een YouTube filmpje zou opnemen en dat je het dan afspeelt. Maar juist dat je dat doet in gesprek met de kinderen. Interactief voorlezen doe je dus als een geef- en vraagspel. Nou, ik heb het even voor groep 3 en 4 heb ik even dit boek gepakt. Dit is het boek van Arnold Lobel. Nou, Arnold Lobel is al overleden. Hij heeft allerlei leuke boeken geschreven. Hij is bekend van Kikker en Pad, maar hij heeft ook veel boeken geïllustreerd. Deze heeft hij ook geschreven en geïllustreerd. Ik vind dit een leuk voorleesboek. Het zijn korte verhalen, er zit meestal een grapje in. En als we dan toch bezig gaan met interactief voorlezen, dan kun je in de bibliotheek daar veel boeken voor vinden. Zeker in de leeftijd van 6 tot 9, waar we het nu over hebben. Nou, wat ik eigenlijk altijd doe, is ik begin bij het kaft. Dan vind ik het belangrijk dat kinderen leren dat een boek een schrijver heeft, Arnold Lobel. En dat vertel ik dan ook aan de kinderen. Dus dit is de schrijver Arnold Lobel. Die leeft al niet meer, die heeft leuke boeken geschreven. Hij heeft ze niet alleen geschreven, maar hij maakte ook de tekeningen. Dat betekent dat hij ook de illustrator is van de verhalen. En dit soort feitjes kun je gewoon op je Google zoeken. Dus als je gaat voorlezen uit een boek en je wil de kinderen iets over vertellen, zoek ook iets op over de schrijver. Dan heb je gewoon meteen een aansluitingspunt. En dan beginnen we eigenlijk altijd bij de kaft. Als we een boek gaan voorlezen, vertellen we iets over de kaft. Van, nou, kijk, waar zou dit verhaal over gaan? Ik zie een muis en een klein muisje. Ik zie een uil die in een bakje zit en daar zit hij in te huilen. Waar zou dit boek over gaan? En de titel past er eigenlijk ook wel goed bij, want het staat muizensoep. Bestaat muizensoep echt? Wat denken jullie? En op die manier begin je met de kaft. En daarna gaan we een verhaal lezen. Nou, in dit boek staan allemaal korte verhaaltjes met illustraties. En ik lees er dan eentje voor. En als je dan wat meer tijd hebt, kun je zeker nog een ander verhaaltje voorlezen. En in dat verhaaltje neem ik de tijd om het te bespreken. Nou, interactief voorlezen. Je begint bij de kaft. Je vertelt iets over de schrijver. Je vertelt iets over de titel. En je gaat dan beginnen aan het verhaal voorlezen. Dat doe je op een rustig tempo. Je doet het met intonatie, dus met variatie in je stem. Dus niet saai voorlezen, zeg maar. Tussendoor stel je vragen. Of kinderen mogen vragen stellen en voelen zich vrij om vragen te stellen. En moeilijke woorden, want we gingen het hebben over die woordenschat. Moeilijke woorden leggen we uit. En het grappige is, soms zijn woorden voor ons geen moeilijke woorden. En blijkt toch dat kinderen het vaak niet kenden. Dus dan proberen we woorden ook af en toe te vragen van wie weet wat dit woord betekent. Zodat we erachter komen of de hele klas het weet. En vaak zijn er altijd wel een paar kinderen die het niet weten. En dan komen we er zo met elkaar achter wat het woord betekent. Nou, als ik dan ga voorlezen uit een verhaal. Dus ik neem eventjes een verhaaltje uit het boek. Dan is het handig als ik het verhaaltje zelf al ken. Dus wat ik vaak doe is, ik zorg dat ik boeken voorlees die ik of zelf al een keer gelezen heb. En als je het niet tijd hebt om te lezen, Google het boek dan. Lees even een korte samenvatting, zodat jij weet waar je aan gaat beginnen. En dan ga ik voorlezen en dan probeer ik dat op deze manier te doen. De wensput. Een muis ontdekte op een dag een wensput. Wat zou nou eigenlijk een wensput zijn? Eerst vragen de kinderen. En vaak weten een heleboel kinderen dat. En die weten vaak ook dat je er een muntje in moet gooien. En daar kun je vragen over stellen. Heb je wel eens een wens gedaan? En als er dan wat gesprek is geweest, gaan we weer verder. Dus, op een dag ontdekte een muis een wensput. Hoera, riep ze. Nu kan ik alles vragen wat ik hebben wil. Ze gooide een stuiver in de put en deed een wens. Wat is eigenlijk een stuiver? En dat kun je ook weer vragen aan de kinderen. Want je merkt dat dat soort woorden, het komt eigenlijk uit voor de euro nog, dat die woorden er eigenlijk niet meer heel erg zijn. Dus is het goed om dan te weten wat een stuiver is. Altijd handig later met rekenen, want dat soort woorden komen wel weer voor bij wiskunde en dat soort vakken later. En dan gaan we weer verder.
Au, au, zei de wensput. De wensput kan praten, hoor je dat? De volgende dag ging de muis weer naar de wensput. Ze gooide er opnieuw een stuiver in en ze deed weer een wens. Au, au, zei de put. En zo lees je het verhaal verder. Met intonatie, met veel dingen die er gebeuren. En tussendoor kun je wat plaatjes laten zien. En je hoeft echt niet alle plaatjes te laten zien in een verhaal. En dan is het ander. En dan als het verhaal is afgelopen, dan bespreken we nog even na. Dan zeg ik van, nou, wat zouden jullie voor wens doen als je dat mocht doen? Vond je het een leuk verhaal? Zou je nou zelf ook wat gaan lezen van Arnold Lobel? En dan kun je ze zelf aan het lezen zetten. Want er zijn van Arnold Lobel ook veel boekjes die je echt goed kan zelf lezen in groep 3 en 4. En zo heb je dat gesprek op gang. Dus een boek bij interactief voorlezen begint niet alleen als je de eerste letters leest, maar al bij de buitenkant. En het eindigt niet als het verhaal klaar is, maar je vertelt er daarna nog wat over verder. Zo wordt een boek veel meer dan alleen maar een kort voorleesmoment. Nou, in de klas wordt ook gelezen, weet ik. En bijvoorbeeld dat kwartiertje lezen. Het is heel handig als je dan zelf ook leest. Een boek wat je zelf leuk vindt. Ook handig om bijvoorbeeld alvast een boek te lezen waarmee je later met de kinderen samen wil gaan lezen. Er zijn in de bibliotheek zat voorleesboeken te vinden voor groep 3 en 4. En kijk gewoon welke boeken jij zelf leuk vindt. Want voorlezen vanuit iets wat je zelf leuk vindt is veel makkelijker om te doen. Ik zou zeker gewoon je eigen lievelingsschrijvers voorlezen. En als je nou een keertje helemaal geen zin hebt om voor te lezen, vertel ze een verhaal over jezelf of uit je jeugd en hou er daar gesprekken mee. Maar hou altijd in je achterhoofd, hoe meer boeken ze lezen, hoe groter die woordenschat wordt, hoe groter de woordenschat is, hoe makkelijker het is voor de kinderen om zelf te lezen. En we zijn eigenlijk allemaal bezig om ze gelukkig in de wereld te zetten, hoe makkelijker het wordt op school. En als het makkelijker is in je leven, wordt het een stuk leuker. Dus het begint eigenlijk allemaal bij lezen. Hey, dankjewel voor het kijken en tot ziens.